Nog nooit in de geschiedenis van Nederland als toeristencentrum zijn zoveel buitenlanders in zo weinig dagen in ons land geweest als met Pasen. Ongeveer 500.000 vreemdelingen trok over de wegen van ons land met als knooppunt het circuit bij Utrecht dat van alle kanten bestormd werd door auto's op weg naar de bollen, de bossen, de oude steden, het strand en de bloemententoonstellingen. Voordat die geurende schoonheid bereikt werd, moest er heel wat benzinegeur gesnoven worden door de karavaan die rusteloos over al onze wegen trok. De politie had de zware taak om het Utrechtse knooppunt schoon te houden van verstoppingen. En als een zenuwachtige meneer zijn motor niet op gang kon krijgen, was het de herman dat van de wegen zelf die een heer het verkeer uitduwde. En rijden is nog niet eens het moeilijkste. Al die auto's moeten straks ergens staan en de mensen die erin zitten moeten ergens slapen. Zo zag iedereen die met vreemdelingen verkeer te maken had deze beklemmende invasie die ieder jaar nog weer groter wordt op de natuur afstormen. De natuur die het met Pasen en Pinksteren zo zwaar te verantwoorden heeft.